van Erfenakker, Boze bijen, steken ambtenaar. Klisje heeft achter zijn schuur een stuk of 6 bijenkasten staan. Ze staan daar niet zomaar voor de lol. De bijen schijnen belangrijk te zijn bij de bestuiving van de boomgaard. Hoe dat allemaal in zijn werk gaat, weten wij helaas ook niet precies, maar er wordt door de kennis beweerd dat een stel bijen in een bloeiend boomgaard nagenoeg onmisbaar is. We hebben het niet om die rotbeestjes, want ze steken je waar ze er maar bij kunnen en de eerste keer had hij ons mooi te pakken. Geen tweede keer trappen we daar nog zo vlot in. Met een bult of 10 en erg veel pijn en heel wat verwensingen vluchten we weg. Maar nou komt de mentaliteit van ons naar boven. Niet zo mooi hoor, als wij zien dat een ander ook zo argeloos erin trapt, dan zijn wij de laatste om deze te waarschuwen. Nee, dan wrijven we ons in de handen en denken, ha, fijn, nou kunnen wij een keer lachen. Wanneer iemand bijen heeft, dan krijgt hij daar een afgemeten hoeveelheid accijnsvrije suiker voor. Maar nou kunnen u en wij ook wel zeggen dat we bijen hebben en zodoende lekker belasting gaan ontduiken. En dan moet je net bij de visjes komen, die is een beetje gek, kun je net denken, die zijn achterdochtig. Chrisje was al lang gewend dat er ieder jaar een mannetje van de douane bij hem het erf op kwam om te vragen of hij daadwerkelijk bijen had. Meestentijds waren het rustige, bedaarde kerels die het wel geloofden. Nadat ze een uur aan de koffie hadden gezeten, een paar sigaren hadden gerookt en vroegen ze zo terloops eens, u heeft toch wel bijen, hè? Ja, dat is nogal glad, zei Chrisje. En dan liet hij dat weer vergezeld gaan met een potje honing, waarna de beste man van de accijnzen op zijn fiets sprong en het bijenvolk in alle rust en wezen liet. Doch dit keer kwam er geen bedaarde jongen, maar een kersverse knaap met roze wangen en een machtige kop haar, blonde krullen met ernstige, plichtsgetrouwe ogen die een o zo onschuldige ziel verrieden. Goedemiddag, zei hij joviaal met de air van iemand die denkt, dat zal ik wel eens even opknappen. U heeft bijen, is het niet? Ja, zeker meneer. Mooi zo, zei moeders mooiste knaap, waarna hij zich ook een bak koffie liet inschenken. Toch wilde ik wel eens graag uw kasten controleren. Dat kan meneer, grijnsde Chrisje, en hij begon een uitgebreid verhaal op te hangen over het ijverige bijenvolk. Als je nou in zo'n kast kijkt, dan kun je de koningin zien zitten. De andere bijen zie je er dan links en rechts neven aftippelen. Toch niet waar, riep de knaap verrast. Dat wil ik wel eens zien. Maar dat kan, zei Chrisje met een zeer brede grijns. De 6 bijenkasten stonden onder een wankel afdakje. Een gedeelte van het bijenvolk zwermde af en aan. De boomgaard stond in volle bloei en ze hadden echt hun werk de rakkers. Chrisje manoeuvreerde de bolle boos in het groene pak, zo dat hij achter hem kwam te staan onder het afdakje en derhalve in noodgevallen niet zomaar 1, 2, 3 de benen kon nemen. Ze steken toch niet, hè? Vroeg hij wantrouwig en trouwhartig gelijk. Ben je gek, zei Chrisje. Ze steken alleen maar als ze je niet graag mogen. Dan zijn het rotdingen, hoor. Nou, wil je de koningin zeker wel eens bekijken? Ja, als het niet te veel moeite is, graag. Kom dan maar, een beetje bukken en nou goed kijken hoor. En met een ruk lichtte Chrisje het deksel van de bijenkast af. Anders deed hij dat bijzonder omzichtig, maar nu het een speciaal geval betrof, ging het wat ruwer. En tegelijkertijd gaf hij wat schoppen tegen de kast, zodat het bijenvolk gestoord in haar rust niet bepaald in een vriendelijke bui verkeerde. Toen er ook het deksel van de kast was, leek het alsof er een explosie in de kast was veroorzaakt. Met een loeiend geluid schoten honderden bijen de ruimte in. Aangetrokken door het geelblonde krulhaar van de accijnsambtenaar, stortten ze zich in diens wilderige krullen. Hij liet een noodkreet, nam een geweldige sprong over de bijenkasten heen en rende als een Olympisch recordverbeteraar tussen de bomen door. Hij krijste een groot aantal lelijke woorden die hij zeker niet van zijn moeder zal hebben geleerd. Chrisjes vrouw, een goed mens, had medelijden met de plichtsgetrouwe knaap die zo nodig alles eens moest zien, met andere woorden, wilde controleren. Met azijn bette zij de steken, maar het mocht niet baten om hem weer in een goede stemming te krijgen. Van boeren kun je alles verwachten uit zijn rotlui, etters. En zo verzon hij nog een heel rijtje benamingen. Ik krijg u nog wel, dreigde hij. Het is te hopen voor u is, grinnikte Chrisje. Dank u.